precies binnen de 21 seconden die ik kreeg om van hier naar hier te lopen. Ontzettend leuk om hier te zijn en dat jullie hier op een warme zondagmiddag met z'n allen zitten en meer willen weten, maar ook vooral zelf meer willen impact maken. En ik heb een heel verhaal over waarom gendergelijkheid zo belangrijk is, maar ik begin even eerst met mezelf, toen ik impact wilde maken. Maar ook, ik had zelf toen ik opgroeide geen idee wat een ambassadeur was. Jullie misschien ook niet. Ik had zelf ook geen idee dat ik per se naar het VWO kon. Het is dat mijn docent uit de zesde klas, groep 8 inmiddels, naar mijn ouders ging en dacht dat het toch een beter idee was dat ik naar het VWO ging en niet naar de haven waar al mijn vriendinnen heen gingen. Dat leek mij veel gezelliger. Dus mijn ouders hadden niet gestudeerd. Ik woon in een heel klein dorpje in Friesland. Ik was er gisteren bij mijn ouders, het is 2,5 uur vandaan. Maar ik wist wel dat ik iets wilde met de wereld verbeteren. En de wereld verder dan Friesland. Friesland is heel klein, zoals jullie weten. En het is ook een hele aparte cultuur. En ik dacht alleen maar, er moet meer zijn in de rest van de wereld. Dus daar wilde ik de impact maken. Dus ik ging in een wereldwinkel werken. Ik ging in een ziekenhuis werken. En ik was aan het zoeken wat voor soort impact ik wilde maken. En toen leerde ik via een aardrijkskundeleraar. Zo zie je maar dat leraren superbelangrijk zijn. Of tenminste, voor mij zijn ze heel belangrijk geweest. Dat er zoiets was als een diplomaat worden. En ik vond de titel al een beetje bijzonder. Dat ik dacht, nou, dat klinkt echt super chic. Wat zou het betekenen? En het gaat erom eigenlijk dat je relaties maakt, dat je verbindingen maakt en dat je impact maakt. Dus je vertegenwoordigt Nederland in het buitenland. Maar daarbij werk je ook aan ontwikkelingssamenwerking, aan mensenrechten, aan vrouwenrechten. Dus ik dacht, dat is eigenlijk heel erg leuk. Toen zei mijn lieve moeder, van wie ik zielsveel hou, die zei, ja, maar pas, dat is niet helemaal voor ons type mensen. Dat is meer voor mensen die hebben gestudeerd, van wie de ouders hebben gestudeerd, die een zegelring hebben of een dubbele achternaam of iets anders. Maar ik ben vrij eigenwijs en ik geef ook nooit op. Dus ik dacht, ik ga ontwikkelingsstudies studeren. Dan leer ik heel veel over ontwikkelingslanden, over de politiek, over de economie, over de cultuur en over hoe je impact daar kunt maken in een ingewikkelde context. En ik ga solliciteren. De eerste keer werd ik afgewezen, volledig. Ik was verdrietig, maar ik dacht, ik geef nog steeds niet op. En de tweede keer werd ik aangenomen. En ik werk er nu 20 jaar en ik moet oprecht zeggen dat het fantastisch leuk is. Dat het zeker niet allemaal makkelijk is, maar dat het dus mogelijk is. En ik werd een beetje getriggerd door de verhalen net, dat je soms zelf je ambitie absoluut kenbaar moet maken en gewoon ook niet moet opgeven, hoe ingewikkeld het ook is. Maar dat er de overheid is voor iedereen. Ook voor kleine meisjes uit Friesland die ook vanzelf wat groter worden. Voor wie dit ook echt een heel spannend avontuur was. Dus mocht je ooit iets willen met het buitenland, bel mij op, vind mij op LinkedIn, vind me op Twitter of waar dan ook. En vraag advies over hoe je dat zou kunnen doen. Dus daarmee even beginnend. Gendergelijkheid. Ik begin altijd met de vraag, weten jullie op de ranglijst van de wereld hoe Nederland het doet op gendergelijkheid? En je mag degene met harde stemmen, roep even een getal. Dat je denkt, nou, wij doen het eigenlijk best heel goed. Of we doen het eigenlijk helemaal niet goed. 4? 3? Nee? Wat zeg je? Heel goed. Helaas is het nummer 31. En eerlijk gezegd, als je bedenkt dat wij een van de rijkste landen in deze wereld zijn, is dat natuurlijk schandalig. Ik mocht 3 jaar ambassadeur in Mozambique zijn. Wij delen de plek, 31. En Mozambique is het 7e armste land in de wereld. Hebben hele andere uitdagingen dan wij. Maar het is wel, vind ik, beneden onze stand dat wij op plek 31 zijn als het gaat over gendergelijkheid. En waarom is gendergelijkheid belangrijk? Omdat het een mensenrecht is. Het is één van de SDG's. Het is SDG 5. Omdat je niet kunt leven in een samenleving waar de helft van de bevolking niet actief meedoet aan beslissingsprocessen. Er worden besluiten genomen. Je ziet het nu heel erg in de VS, waar besluiten worden genomen over abortus, over het lichaam van een vrouw, veelal door mannen. En ik geloof dat Jan het zo mooi zei over wat voor voorouder je wil je zijn. Ik heb een dochter van 16 en een zoon van 13. En ik wil dat de wereld een stukje beter is als ik hem doorgeef aan hun. En mijn dochter zegt altijd, mam, het wordt niet jouw generatie die de wereld verbetert. Want bij jou zitten ook nog echt wel heel veel vooroordelen in die generatie. Maar het is onze generatie. Maar als je kijkt naar het Wereld Economisch Forum, wat vandaag weer begint, dan hebben zij een onderzoek gedaan. Voor de COVID-pandemie duurde het 96 jaar voordat we gendergelijkheid zouden krijgen wereldwijd. In Nederland is de COVID-pandemie
nou, in ieder geval op dit moment goed beheersbaar. In een heleboel landen in de wereld nog niet. Maar op dit moment is het 136 jaar door de COVID-pandemie voordat de gendergelijkheid is. Dus het is helemaal niet mijn dochter, het is ook niet mijn kleindochter, het is niet eens mijn achterkleindochter die het gaat meemaken. Want in de COVID-pandemie zijn vrouwen eerder gestopt met werken. En als je kijkt naar ontwikkelingslanden is dat nog veel meer zo. Die werkten in de informele sector. Dus hun banen waren het eerste gestopt. Het gaat ook als je kijkt naar geweld tegen vrouwen. Is enorm toegenomen in de COVID-pandemie, ook in Nederland. Als je kijkt naar besluitvormingsprocessen. Wie zich bezighield met COVID, waren vooral heel veel mannen. Terwijl de uitwerkingen van het beleid ook heel veel impact hadden. En ik ga vooral over ontwikkelingslanden, dus ik laat Abigail vooral over Nederland vertellen. Maar dat ging vooral dus, de impact is op die vrouwen, is op die kinderen. In Oeganda konden kinderen 2 jaar niet naar school. Dat betekent dat er miljoenen kinderen, niet hebben leren lezen en schrijven, waardoor ze minder aansluiting vinden op de arbeidsmarkt. Maar heel veel meisjes zijn uitgehuwelijkd. Omdat de familie te arm was om nog een mond te kunnen onderhouden. Het betekent een toename van zwangerschappen. Tienerzwangerschappen. Er waren ook minder condooms en anticonceptie beschikbaar. Dus het heeft zo'n impact gehad dat we dus nu op 136 jaar zitten. En ik denk eerlijk gezegd dat in de komende dagen er een rapport uitkomt dat we misschien wel op 150 jaar zitten. En daarom zetten wij ons in op gendergelijkheid. En dat doe ik met een heleboel mensen gelukkig, maar het moet ook echt. En ik ga even naar het buitenland. Weet je waarom het moet? Als je geen vrouwen aan de onderhandelingstafel hebt van vredesprocessen, is een vredesakkoord 65% waarschijnlijker dat het geen stand houdt. Er zijn 130 vredesakkoorden sinds de Koude Oorlog naast elkaar gelegd, waar geen vrouwen, mediators of onderhandelaars aan tafel zitten, dan moet je gewoon over een paar jaar heb je weer een oorlog. Als je geen vrouwen laat werken, dan heb je een tekort in de zorg, heb je een tekort in het onderwijs, heb je geen financiële zelfstandigheid van vrouwen en ook niet van de kinderen. Als je kijkt naar ontwikkelingssamenwerking, als je vrouwen niet betrekt in klimaatoplossingen, terwijl zij wel de grootste slachtoffers zijn, maar ook de grootste agents of change, want zij hebben met water of met allerlei. Zij weten precies wat ze kunnen doen om te innoveren of om een filter op het water te zetten of het water te besparen. Als je vrouwen niet meeneemt in de besluitvorming, dan is het niet duurzaam. Nogmaals, ik ga alleen maar over het buitenland en dat is al meer dan genoeg. Maar ik ben super trots dat mijn twee ministers, Wopke Hoekstra en Liesje Schrijnemacher, vorige week hebben aangekondigd dat we een feministisch buitenlands gaan doen. Feministisch buitenlands beleid gaan doen. En wat betekent dat? En ik zal je zeggen dat dit echt een behoorlijke strijd was binnen een conservatief, hiërarchisch, gemiddelde leeftijd 50 jaar en mannelijk ministerie. Maar wat zij gaan doen is gendergelijkheid in alle onderdelen van het buitenlands beleid, dus in handel, in ontwikkelingssamenwerking, in diplomatie en in veiligheid centraal stellen. Dat het niet meer afhankelijk is van mensen die weten waarom het zo belangrijk is, maar dat iedereen verplicht wordt om na te denken, wat heeft mijn besluit voor impact op gendergelijkheid, op vrouwenrechten. Dat als je een missie stuurt naar Oekraïne om mensen te interviewen of rechercheurs voor seksueel en gender-based violence, geweld, dat je vrouwelijke rechercheurs meeneemt. Dat je er niet achter komt dat je alleen maar mannen hebt gestuurd. Dat je niet alleen maar mannelijke delegaties stuurt naar landen waar wel vrouwen aan tafel zitten. Dus ik ben heel benieuwd waar wij over 4 jaar staan. Ik hoop van harte een stuk beter dan waar we nu staan. Maar we hebben jullie allemaal nodig om ons en de overheid ook accountable te houden en te verantwoording te roepen als we het niet goed doen. Ik ben heel blij, Jan die had het over de stem van jongeren. Ik heb gelukkig een jongerenambassadeur. Dus ik heb een student van 24 die we meenemen in delegaties om over seksuele rechten en vrouwenrechten te spreken. Om haar stem mee te nemen naar de VN. Maar we hebben jullie allemaal ook nodig. Dus ik reken op jullie en ik ben heel benieuwd hoe we samen dit werkelijkheid kunnen maken. Dank jullie wel.